Wegens het succes van de vorige keer. En wel niet omgekleed. Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Whatever Art. Mijn naam is Marinka. En mijn naam is Lotte. En de vraag van deze week is, moet kunst leuk zijn? Ik denk niet dat kunst per se leuk moet zijn. Dit is een vraag van een kijker die we hebben gekregen, omdat er onder ons filmpje staat dat we twee studenten zijn en we vinden kunst echt leuk. En ik denk dat het verschil is tussen kunst leuk vinden en of kunst leuk moet zijn. Ja, dat denk ik wel. Het gaat dan gewoon een beetje om het woord. Ik vind het leuk om naar een museum te gaan, ik vind het leuk om over kunst te praten. En mijn conclusie daaruit is dat ik kunst leuk vind. Ja. Maar het is niet per se dat het in kunstwerk altijd over regenbogen en zonneschijn moet gaan. Nee, inderdaad. Ik denk dat je kunstenaars hebt die leuk werk maken. Mm-hmm. Maar het is denk ik ook vaak wel belangrijk wat een diepere betekenis van een kunstwerk is. Het hoeft ook niet altijd. Soms kan het ook gewoon leuk zijn. Maar ik denk niet dat alle kunst leuk is. Want soms kunst ook juist confronteren. Ja, dan ben je daarna wel enthousiast. Ja. Ja. Het maakt dan wel wat bij je los en ik vind dat juist het knappe aan kunst. Dat het zo universeel iets met mensen kan doen. Ja, inderdaad. Maar dat kan ook dus heel erg aan het lachen maken zijn. Of heel erg aan het huilen. Inderdaad, ja. En ik heb je laten nadenken over bepaalde aspecten. Maar ik denk wel dat goede kunst in ieder geval iets meer kan doen. Het moet niet alleen mooi zijn. Ja, want als je er alleen naar kan kijken en oké, en weer door, dan heeft het niet zoveel met je gedaan. Inderdaad. Nee, het moet je denk ik wel echt op een bepaalde manier raken. En welke manier maakt dan denk ik niet zo heel veel uit. Het kan ook juist heel ambachtelijk zijn dat je dan raakt. Dat je denkt van, raakt het dan weer een groot woord. Maar dat je het heel knap gemaakt is ofzo. Dat je daarin dan kan fascineren. Maar ja, inderdaad. Maar bijvoorbeeld Ai Weiwei met de zonnebloempitten. Ja. Daarvan denk je in eerste instantie, grappig. Van de bergpitten en zo. Maar als je dan het verhaal erbij hoort dat die met de hand zijn gemaakt, dat daardoor de werkgelegenheid daar heel groot is geworden. En dat die op een traditionele manier zijn gemaakt. Dan heb je ook weer een diepere betekenis erbij, waardoor het eigenlijk ook weer nog interessanter wordt. En dan, maar het is wel een toegankelijk werk. Dat zeker. En dat, ik denk dat het soms ook juist wel fijn is. Dat het niet altijd allemaal treurig of zwaar hoeft te zijn, maar dat het soms ook best wel simpel kan zijn in zijn betekenis. Dat kunst dan niet alleen voor een bepaalde edit is die een bepaalde manier dan naar kunst kan kijken. Nee, precies. Kunst moet niet leuk zijn, maar ik vind kunst wel leuk. Ja. Heb je ook een leuke vraag voor ons? Stuur deze vraag dan in naar bijvoorbeeld het onderstaande e-mailadres of reageer op YouTube. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.